Welkom! In deze video gaan we het hebben over de intensiteit en het vermogen van een bron. Een bron, bijvoorbeeld, zoals de zon of een kampvuur, daar komt straling vanaf. En we gaan kijken wat de intensiteit, hoe we de intensiteit berekenen en hoe we het vermogen daarvan kunnen berekenen. En als we naar stralingskrommen kijken, zoals in de vorige video van deze serie, dan zie je dat die er zo uitziet: en je ziet dat als iets warmer wordt. Dan zien we hier bij de Kelvins uh, dat het de totale intensiteit omhoog gaat. Dus er komt meer straling vanaf elektromagnetische straling als het warmer wordt. Nou, daar zit natuurlijk een, uh, een berekening achter, zoals normaal met de natuurkunde. Uh, en die intensiteit van die bron die kun je berekenen met deze formule. Dus de intensiteit van de bron is uh, sigma maal T tot de macht 4. Um, die vind je niet in Binas. Je vindt wel een formule die heel erg op lijkt... maar deze formule staat niet in Binas. Um, dus die moet je een beetje weten... of die moet je zo meteen aan de formule... die ik zo meteen geef kunnen halen. Um, de intensiteit van de bron... die wordt in watt per vierkante meter uh, gegeven. Uh, deze sigma is de constante van Stefan Boltzmann. Uh, 5,670 10 tot de min achtste, En dan staat hier een eenheid... die ik zo 1 3 niet kan uitspreken. Vooral die tot de macht 4... Uh, Kelvin uh, min 4. Uh, een beetje apart hè. En gelukkig hoef je deze niet uit je hoofd te kennen. Die vind je in tabel 7a. Die staat dan wel weer in BINAS. Uh, dus je hoeft die niet te kennen uit je hoofd. Je moet wel weten waar je hem kunt vinden. En dan hebben we de T. Die staat natuurlijk voor temperatuur. En ook hier is die gegeven in Kelvin. Let erop: geen graden Celsius in Kelvin. En tot de macht 4. Um, en nu zie je het al: tot de macht 4. Dat betekent dat als je een, een bron hebt. En die temperatuur wordt in één keer twee keer zo groot. Waarom weten we niet? Maar hij wordt twee keer zo groot. En dan zie je dat dat tot de macht 4, oftewel 16 keer zo grote intensiteit is. Dus die intensiteit die gaat echt heel snel omhoog. Eh, omdat hier natuurlijk een, eh, niet eens kwadratisch, maar een 4 macht eh, staat. Nou, eh, als we kijken naar het vermogen, want we hadden het net over de intensiteit. Als we kijken naar het vermogen van een bron, dan kunnen we dat berekenen als we de intensiteit ook al hebben. Eh, het vermogen van de bron is het oppervlakte wat hij heeft, maal de intensiteit. Dus hoe groter die bron is, hoe groter het vermogen is en hoe kleiner die bron. Klinkt op zich logisch. Um, deze kunnen we nog even iets uitsplitsen, want we hadden net gezien die i bron, die kon je berekenen met sigma en temperatuur tot de macht 4. Dus dan ziet hij er zo uit. Um, en deze staat wel in binas tabel 35e 1. Daar staat het p, het vermogen van de bron, is sigma maal A maal t tot de macht 4. Op deze manier wordt hier dus gegeven de dus C voor dat je alleen de intensiteit zou moeten berekenen. Dan moet je die A hier eventjes wegkruisen. En dan kun je de intensiteit berekenen van de bron. Die dus niet in binnen staat, die formule. Um, even kijken wat ze allemaal verstaan. P is het stralingsvermogen van de bron. Wordt ook wel de lichtkracht genoemd. En die is in wat? Want het vermogen is in wat? Of in per seconde natuurlijk. Um, A is het oppervlak, area in vierkante meters. Uh, I van de bron hebben we net gehad, dat is het vermogen per vierkante meter. Dus vandaar dat we I maal A moeten doen om de P te krijgen. Uh, C, de constante van Stefan Boltzmann, die we net ook gehad hebben, die in tabel 7a staat. Dus die hoef je niet uit je hoofd te kennen. En natuurlijk de T, de temperatuur in Kelvin. Dus wederom, deze formule, zonder dit in het midden, dus de P-bron, is sigma maal A maal T tot de vierde. Die staat wel in Binas. En als je dus alleen deze I moet berekenen, de intensiteit, dan moet je de A hier gewoon eventjes niet gebruiken. Nou, Een voorbeeldopgave. Uh, bereken de de stralingsintensiteit van een kampvuur met een temperatuur van 800 graden. Nou, zet we even pauze en kijk even of je dit kunt. Nou, de stralingsintensiteit. Dat was deze formule zonder die A. Uh, die kunnen we dus berekenen met de sigma maal de temperatuur tot de macht 4. Uh, niet zo'n hele moeilijke, dus we kunnen hem redelijk snel invullen. De formule vind je niet in binas. Uh, de sigma wel, die staat in 7a, de constante van uh, Stefan Boltzmann, De temperatuur. 80 graden of sorry 800 graden. Let er even op plus 237. Want we moeten naar Kelvin toe. Dat worden we eens dus vergeten. Let daarop. Uh, kunnen we een formule invullen. De constante maal de temperatuur tot de macht 4. En dan komen we uit op 7,52 maal 10 tot de vijfde watt per vierkante meter. Dus er komt een behoorlijk vermogen vanaf. En hij is natuurlijk ook best wel warm. Nou dat is hem. Dit is het de uh, uh, stralingsintensiteit van, uh, van het vuur. En dan gaan we door met de volgende vraag. Ik heb er drie in totaal, dus nummertje 2. Eh, vooral de laatste die is wat lastig, maar deze is op zich ook wel goed te doen. Bereken de temperatuur 1 graden Celsius van een naald met een oppervlakte van 3,30 mm vierkante mm, eh, en een stralingsvermogen van 5,00 maal 10 tot de min 2 watt. Dus die naald die is warm, daar komt licht vanaf. Eh, je weet het oppervlakte, je weet wel hoeveel er vanaf komt. Eh, en de vraag is: hoe warm is die eh, naald? Nou, daar gaan we deze formule voor gebruiken. Uh, de stralingsvermogen hebben we gekregen, dat is deze. De sigma, die staat natuurlijk in BINAS. En het opvlak hebben we gekregen, dus we kunnen de temperatuur gaan berekenen. Nou, even de gegevens op een rijtje. Uh, deze vind je trouwens wel in BINAS: uh, 35E1. Nou, we hebben het vermogen al, die staat gegeven. En die staat in watt, dus dat is ook correct. De sigma, die kunnen we uit Binance-tabel 7a halen. Dan hebben we de oppervlak, die staat hier gegeven. Maar let op, die moet in meters. Dus die moet maal 10 tot de min 6 vierkante meter zijn. Sorry. En dan kunnen we de t berekenen. We moeten hem even ombouwen, want we willen de t berekenen. Dus we doen de bron gedeeld door sigma maal a. En dan moeten we daar de vierde machtswortel van pakken. Dat ziet er zo uit. In plaats van wortel... 4 uh, wortel, dat kan je rekenmachine wel, kijk maar eventjes waar die staat. Uh, zoek hem in ieder geval echt uh, op dat je weet waar die zit. Kun je ook tot de macht 1 vierde doen, dat is hetzelfde. Dus je doet of 4 uh, uh, machten wortel of tot de macht 1 vierde of 0,25. Dat werkt ook, test het maar eventjes voor de zekerheid en onthoud dat. Nou, nu kunnen we invullen. Uh, alle gegevens die we gekregen hebben, die vullen we gewoon netjes in. Uh, let op dat je haakjes gebruikt. Vooral omdat er hier een deel uh, tussen, of een, uh, een delen uh, door tussen zit. Uh, en dan komen we uit op 719 Kelvin. Let op, moest in graden Celsius. Dus min 273. Dan komen we uit op 446 graden Celsius. Nou, significantie klopt. Hier waren de 3, 3 en deze uh, dus ook 3. Dus dat klopt zo. Uh, laatste vraag het gaat over de zon. Bereken het stralingsvermogen van de zon met drie significante cijfers. En ik ga er voor deze vraag vanuit dat je BINAS hebt. Als je die niet hebt, ja, dan kun je net goed op pauze zetten en uh, niks doen, dus uh, kijk dan maar door. Maar als je BINAS hebt, kijk even of het lukt. Want heel veel gegevens van BINAS uh, gaat ook met de examen vanuit uit dat je die gewoon weet te vinden. Dus een vraag zonder gegevens, maar wel met BINAS erbij. Nou, we gaan het stralingsvermogen berekenen, dus we gaan deze formule gebruiken. En daar hebben we dus de a, de area voor nodig, de constante die we uit binas kunnen halen en de temperatuur. Nou, die twee, die staan gewoon in binas. En ik ga even laten zien waar ze staan. Als eerste deze tabel, of deze formule staat natuurlijk in tabel 35E1. Uh, als we de oppervlakte willen weten, dan uh, kijken we naar de zon. En dat is een bol, dus we hebben deze formule nodig. We hebben de straal nodig, e-kwadraat, maal pi, maal 4. Stel je voor dat je dit niet uit je hoofd weet, is niet erg. Die formules staan ook gewoon in binas 36 uh, tabel B. Daar vind je die formule, de wiskundige formules. Dan nou, hebben we de R nodig, dat is de straal. Nou, als je gaat bladeren, dan zul je bij tabel 32c zien dat de straal van de zon gegeven wordt. Uh, 6,963 maal 10 tot de 8e meters. Dus je kunt we invullen, die moeten we nog in het kwadraat doen. Let erop, maal 4π. En dan komen we uit op een uh, oppervlakte van 6,093 maal 10 tot de 18e vier, uh, vierkante meters. Dus die A hebben we. Nou, de sigma, dus de, de constante van Stefan Bosman, die hebben we gewoon in de bilans. Die staat in 7a. En nu de temperatuur van de zon. Kijk even in 32b. Daar zul je zien dat de temperatuur van de zon gegeven wordt. Uh, die is namelijk 5,78 maal 10 tot de derde kelvin. Staat al in kelvin, dus dat klopt. Dus hoef niks meer aan te doen. En we kunnen de formule dus invullen. We vullen alles netjes in. Ik heb even vaak iets omheen gezet, zodat het duidelijk is wat waarbij hoort. En omdat hier natuurlijk uh, de macht 4 in zit bij temperatuur. En dan komen we uit op 3,86 maal 10... Tot de 26e watt. Dat is dus het stralingsvermogen van de zon. Best veel. Uh, dat is een interessant getal. Dit getal staat namelijk ook in je BINAS. Kijk maar eventjes bij tabel 32c. Dat heet het uitstralingsvermogen. En daar staat er 3,85 maal 10 tot de 26. Dus een heel klein verschil zit erin. Uh, maar heet, wat je nu dus berekend hebt, is het uitstralingsvermogen. Uh, heb je nu berekend? Hij staat dus ook gewoon gegeven in je BINAS. Uh, maar we moesten natuurlijk even testen of we deze formule snapten. Nou, dat was hem. Ja, ik hoop dat het duidelijk was. Dankjewel voor het kijken.